Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal Ethical Gains. Mijn naam is Timo en in deze video ga ik laten zien welke supplementen ik allemaal neem, ik als vegan, allemaal neem om gezond te leven, om goed te presteren in de sportschool, om spiermassa aan te komen en om vet te verliezen. Dus in deze video ga je dat allemaal zien, dus druk er vast op de like en dan gaan we beginnen met de video. Nou, om te beginnen, het is wel echt een groot nadeel als vegan zijnde dat je supplementen moet nemen, omdat je bijna niks uit je eigen voeding kan krijgen. Omdat je gewoon heel veel dingen mist van het vlees, van het zuivel, eieren. Dus hier heb ik de 4 boodschappentassen waarin al mijn supplementen zitten. Even kijken waarmee we gaan beginnen. Dan in deze boodschappentas heb ik peulvruchten, heel hoog in ijzer. Heel hoog in calcium, hoog in eiwitten. Dus dat zijn mijn eerste supplementen. Peulvruchten. Die zou ik even zo neerzetten. Dan ga ik in deze boodschappentas even kijken. Fruit. Is ook een supplement als vegan zijnde. Er zitten superveel goede vitamine en mineralen in. Ja, die je anders gewoon niet uit je voeding zou kunnen krijgen. Dus fruit. Maar ik heb hier ook groenten liggen, tomaten, komkommers, maar ook andere groenten. Die heb ik gewoon nu echt nodig omdat ik nu vegan ben. Want uit normaal eten krijg ik geen groenten en fruit meer. Dus dat zijn de andere supplementen. En ja, verder heb ik eigenlijk nog cola. Cola Light zelfs, of ja, Pepsi Max. Als supplement voor cafeïne. Want die kan ik anders nergens vandaan krijgen, dus die moet ik echt supplementeren met Pepsi Max. Nou, dus die gaat weer terug. Nee, maar zonder te dollen. Het is zo'n misconceptie dat je veel supplementen in moet nemen als vegan zijnde. Dus daarom zit ik eigenlijk nu een beetje grappen te maken over de groente, fruit, peulvruchten en cola. Maar er zijn wel 3 andere supplementen die ik echt neem, die ik in deze video graag wil laten zien. Oké, mijn eerste serieuze supplement is vitamine B12. Hier heb ik ook een video over opgenomen op mijn kanaal, die je nu hier bovenin kan zien. Dat is een video over B12, die uitlegt waarom je als vegan B12 moet nemen. Maar waarom heel veel mensen B12 zouden moeten nemen. Omdat B12 namelijk geen probleem is van het vegan zijn, maar van de wereld waarin wij leven, waarin alles goed schoon wordt gemaakt. Nou, dat neem ik 3 pilletjes in de week. Dat doe ik op maandag, zondag en donderdag, heb ik me over gezegd. Zodat ik gewoon lekker regelmaat in heb. Dat kost iets van 6 of 9 euro per jaar. En dan heb je geen vitamine B12 tekort. Dus echt super goedkoop, super makkelijk. En geen groot obstakel als vegan zijnde. Omdat als je geen vegan bent, dan heb je ook een grote kans dat je namelijk geen genoeg B12 in je bloed hebt. Dus dat is de eerste serieuze supplement naast het groente en fruit en peulvruchten natuurlijk. Voordat ik naar het tweede en naar het derde wil gaan, wil ik even zeggen dat B12 is het enige noodzakelijke supplement als vegan zijnde. Verder krijg je alles, of kun je alles krijgen uit groente, fruit, peulvruchten, zaadnoten, volkoren graanproducten. Dus je eiwitten, je ijzer, magnesium, vitamine C, al die verschillende vitamine en mineralen en macronutriënten, zoals eiwitten is, kun je allemaal uit planten krijgen, waardoor we dus gewoon super gezond kunnen leven. Als vegan zijnde is het dus weer totaal niet nodig om onnodig leed aan anderen te doen en in dit geval aan dieren. Dus vitamine B12 is de enige noodzakelijke. Dan, of ik zal hem hier neerzetten. Dan heb ik hier het tweede supplement wat ik inneem. Dat is creatine monohydraat, of gewoon creatine. Daar neem ik 3 gram van per dag. Creatine zorgt ervoor dat jouw spieren meer vocht in zich krijgen. Dus die houden meer vocht vast in de spieren, waardoor ze iets groter lijken. En het zorgt ervoor dat jouw spieren meer ATP kan gebruiken. En ATP is jouw energiebron van iedere spier. Dat je meer ATP kan gebruiken, wat dus betekent dat je in 1 set kun je bijvoorbeeld 1 of 2 herhalingen net wat meer. Oftewel, op de lange termijn zal het voor grotere verschillen zorgen. Dus daar neem ik 3 gram van per dag. En
Ik denk dat het ongeveer uitkomt op, ik heb de berekeningen niet gemaakt, maar ik denk ongeveer 20 euro per jaar. Oké, daar was ik dus helemaal fout, want ik heb nu dus wel de berekening gedaan tijdens het bewerken van deze video. En hij komt uit op een tientje per jaar, 9,95 per jaar. Wat je nu op beeld ziet is 8,40, maar nu heb ik 40% korting, zoals je kan zien. En er is altijd minimaal 35% korting als je een kortingscode gebruikt van maakt niet uit wie. En 1 kilo zak is precies genoeg voor 333 dagen. Dus ik heb hem berekend voor 365 dagen en dan komt hij uit op 9,95. Terug naar jou, Timo. Dus dat is ook weer totaal niet duur voor de voordelen die je ervan krijgt. En ook dit is weer niet noodzakelijk als vegan zijnde. Want als je geen vegan bent, dan krijg je ook al super weinig creatine in je voeding binnen. Terwijl, ja, een tekort aan creatine is nergens slecht voor. Behalve voor als je spieren op wilt bouwen, is het gewoon handig. Want dan gaat het net iets beter en je lijkt wat gespierder omdat jouw spieren zelf meer vocht vasthouden. Wat natuurlijk fijn is omdat je dan gespierder lijkt of eigenlijk bent. En dat creatine zou zorgen voor dat je kaal wordt is heel hoogstwaarschijnlijk niet waar. Omdat creatine zorgt ervoor dat jij een verhoogd level van DHT in jouw lichaam hebt. En DHT is een vorm van testosteron. Deze vorm van testosteron zorgt wel, als je genetisch daarvoor in aanmerking komt, dat je wel kaal wordt. Maar, dus dat zou betekenen, als je kaal wordt van creatine, dan zou je dus altijd al kaal worden. Creatine versnelt dat proces alleen. Hoe je dit kan berekenen, voor de mensen die hier biologie hebben gehad, het gen, wat dus het erfelijk materiaal, wat zegt dat jij kaal wordt, dat zit op jouw X-chromosoom. Oftewel, het moet van je moeders kant afkomen. Dus als je iemand aan je moeders kant hebt die kaal is, dan kun je het zo doorberekenen naar hoeveel procent kans jij kaal wordt. Voor mijzelf is dit 25% kans, wat ik heb uitgerekend. En fitness zelf verhoogt het niveau DHT in jouw bloed ook al. Dus als jij niet kaal wordt, maar het ligt wel in jouw genen dat je wel kaal gaat worden, dan moet je ook gewoon niet fitnessen, want dat verhoogt het level van DHT in jouw bloed dus ook al. En creatine doet dat ook. Dus wees daar niet bang voor, want het is dus heel hoogstwaarschijnlijk niet het geval dat jij kaal gaat worden door creatine. En ik gebruik het nu ondertussen 8 maanden, 9 maanden en ik ben nog niet kaal. En stel het wordt wel, dan scheelt het alleen maar in de portemonnee omdat ik dan niet meer naar de kapper hoef. Dus wie weet verhoog ik mijn creatine met 2 schepjes op een dag in plaats van 1. Maar nee, dat is een grap. Dan, als laatste, heb ik hier pea protein isolate. Dus dat is eiwitpoeder van erwten, is dit. Maar je hebt ook van soja, je hebt ook een blend van verschillende eiwitbronnen. Van rijst heb je zelfs. Dit is chocoladesmaak. Waarvoor gebruik ik eiwitpoeder? Terwijl je zei dat je alle macronutriënten, dus ook eiwitten, uit je voeding kan halen. Nou, dat kan ook. Het is alleen, vind ik, super lekker om die chocoladesmaak of andere smaken die ze hebben, om die door havermout te doen, om door sojayoghurt te doen, om door vegan ijs te doen. En doordat ik die smaken gewoon super lekker vind, is het ook gewoon makkelijk om zo heel makkelijk bijvoorbeeld 50 gram per dag extra eiwitten of 40 gram eiwitten extra. Oftewel, het is gewoon puur en alleen voor gemak en omdat het super lekker is. Maar het is dus zeker niet noodzakelijk om als vegan eiwitpoeder te gebruiken, omdat je sowieso voldoende eiwitten binnenkrijgt om te overleven als je gewoon genoeg eet. En als je spieren op wilt bouwen, is het zeker wel in jouw voordeel om meer eiwitten te eten dan dat je daadwerkelijk nodig hebt. Dus dat is ongeveer 1,75 gram per kilo lichaamsgewicht dat jij hebt. Dus stel, ik weeg bijvoorbeeld nu 75 kilo, dan komt ongeveer rond de 140 gram eiwitten per dag. Uit mijn hoofd gezegd, weet ik niet zeker weer. Maar dus, het is gewoon super makkelijk om dit te gebruiken en het is super lekker. Ik word trouwens niet gesponsord door MyProtein. Ik heb wel alle 3 van MyProtein, de vitamine B12. Deze is vegan. Je hebt ook een vegan variant die, waar het zelf op staat dat het vegan is. Maar er zit geen verschil tussen, maar dat leg ik ook in die video uit die jullie net hebben aan kunnen klikken, die over B12 gaat. Ja, de creatine heb ik ook van MyProtein. Die creatine is ook vegan, dus die wordt helemaal gemaakt
In plaats van dat die uit vlees wordt gehaald, want daar bevindt zich ook creatine in. En de eiwitpoeder is dus ook van MyProtein. Dus nogmaals, ik word niet gesponsord om dit te zeggen. Ik ben gewoon heel erg fan van deze producten. En ik gebruik ze ook dus iedere dag en deze bijna iedere dag. Dus als conclusie van deze video van wat ik als vegan aan supplementen neem om spieren aan te komen, om vet te verliezen, om gewoon gezond te zijn, zijn dus, ja, je haalt gewoon het meeste uit gevarieerd groente, fruit, peulvruchten, zadennoten en volkoren graanproducten. Daar haal je gewoon het meeste voedingsstoffen vandaan. Dus alle vitamine en mineralen en macronutriënten die kun je gewoon uit je eten krijgen. En dan als supplement gebruik ik zelf de volgende 3 supplementen, niks meer. Vitamine B12, 1 pilletje 3 keer in de week. 1 schepje creatine voor de extra spiergroei en de vollere look die je ervan krijgt. En dan nog de eiwitpoeder voor het gemak en voor de lekkerheid. Dus niet uit noodzaak. Dat waren mijn supplementen als vegan. En heb je nou van deze video genoten? Heb je er iets aan gehad? Laat dan alsjeblieft een like achter. Daar help je mij echt super erg mee. Waardeer ik ook echt super erg. Laat in de comments achter welke supplementen jij gebruikt. Dan kunnen we daar even gesprekken starten over welke supplementen jij gebruikt en waarom die misschien overbodig zijn. Of juist goed dat je die gebruikt. Vergeet dan natuurlijk niet op mijn kanaal te abonneren, @GoGains. En dan zie ik je in de volgende video. Dus bedankt.